Ik heb echt zo'n dag vandaag dat je gewoon denkt: what the hell? What the freak? Ik heb een puist hier. Ik heb gisteren een video opgenomen, de Q&A. Gisteren wilde ik die gaan editen. Beelden waren weg. Heel mijn SD-kaart is weg. En ik heb echt geen idee waar het is gebleven. Dus ik heb een beetje stress. Dus ja, en ik wilde vandaag gaan filmen. Maar ja, die wind is zo hard. Ik denk dat, kijk, nu valt het wel mee, maar zo meteen, ik weet gewoon zeker dat er één komt en dan gaan jullie mij gewoon niet kunnen verstaan. Dus ja, en die video moet zondag op YouTube komen. Ik wilde vandaag ook naar Zuidplein gaan om even wat leuks uit te kiezen voor morgen. Want morgen heb ik een date night, omdat Junik en ik een jaar gaan en omdat het Valentijns was. Maar ja. Ik ga niet in dit weer naar Zuidplein rijden. Zometeen word ik weggeblazen, want ik heb echt zo'n kleine auto. Dus dat lijkt me niet handig. En we zouden vandaag gaan bowlen, dus ik weet ook niet of dat doorgaat. Maar ja, ik heb ook even wat kompies aangetrokken. Deze sweatsuit van Nikki Studios. Echt heerlijk. Maar ja, ik heb een beetje stress, want ik moet er zondag een video op opstaan, maar ik heb nu geen video. Good morning everybody. Ik moet echt iets vinden om jullie in mijn auto te kunnen neerzetten. Ik ga even naar Zuidplein, want ja, dat wilde ik gisteren doen, maar ja, dat ging natuurlijk helemaal mis. Ik ga eerst even tanken, want ik heb helemaal geen tank. Want vanavond heb ik sowieso een date night met mijn boyfriend. En ik ga nu even wat leuks uitkiezen om aan te trekken. Tenminste een broek of een top. Een van die twee. En de zon schijnt, jongens. Oh, wat heerlijk. Ik ben echt bang wat ik ga treffen zometeen op de weg. Want gisteren was echt heftig. Vrachtwagens lagen langs de weg. Bomen waren omgevallen. Ik zie hier een paar takken. Oké, maar we gaan even tanken. En dan gaan we naar Zuidplein. Het is trouwens nu 11:15. Ik ga lekker vroeg, want ik moet ook nog gaan editen voor de video van morgen. En daarna ga ik naar mijn boyfriend. Oké, ik heb dit bodytje uitgekozen. Ik moet hier wel echt een andere BH onderaan doen. Maar hij is donkerbruin en ik denk dat dit wel leuk is met een pantalon die ik al heb. Alleen wil ik nog wel een jasje uitzoeken, dus ik denk dat ik dat bij Primark ga doen, want daar is het sowieso goedkoper. Maar deze is wel echt heel mooi, maar dit is echt super lelijk. Dus ik denk dat ik gewoon tepel stickers of zoiets moet zetten. Maar deze ga ik denk ik sowieso halen. Ik heb hier nog een jurk die ik wil passen. We gaan eerst naar het museum. En daarna gaan we het eten, gaan we sushi eten en drankjes doen. Oké, dit is de volgende jurk. En I freaking love it. Het is niet goed te zien op camera, maar het is dus een beetje neongroen. Ik moet dit nog wel eventjes aanpassen, maar dat lukt niet zo goed. Maar dit is echt, oh my god. Ik heb me even klaargemaakt. Ik heb trouwens geen wimpers meer, want morgen ga ik opgemaakt worden door een visagie bij Shannon in haar salon en dan gaan we foto's maken en zo. Dus alle wimpers moesten eraf en ik heb ze eraf getrokken, wat echt heel slecht is. Niet gaan doen alsjeblieft. Kijk. Oh my god. Maar ik wil jullie mijn outfit laten zien. Waar ga ik de camera neerzetten? Struggle was vandaag not normal. Maar ik heb uiteindelijk deze body aan van de Zara die ik net heb gehaald. Deze broek van Nikki Studios. En mijn hakken heb ik volgens mij ooit bij Stradivarius gehaald. En ik ga er nog hierover een leren jasje aan doen. Maar die ligt... Tenminste, die ga ik lenen van Kiki, schoonzusje. En die ligt dus bij Junik thuis. Dus die kan ik zo meteen aandoen. Mijn make-up zit wel heel goed. Ik heb nieuwe oorbellen. En deze nieuwe armbanden van de Zara. Ik kan niet goed zien volgens mij. Allemaal bedeltjes. We zitten in de auto. Onderweg naar het museum. Ik heb geen idee welk museum. Maar I'm so excited. Hey, ik wil je net zeggen. Dus ja, ik ga jullie...
outfit even goed laten zien. Want ik heb het net niet goed kunnen laten zien met de blazer en alles erbij. Het is echt kut weer ook. Het begint ineens te regenen. Tenminste. Niet echt gaan regenen, maar wel een beetje mieser. Tjoer. Vakken. Wat? Je gaat elke keer kapot hard. Ja. Luister naar jou. Luister naar mij? In dit licht zit mijn make-up echt mooi. Later dan 1 uur. We hebben lekker drankjes gedaan. Oh, we hebben lekker gegeten. En nu is het tijd om naar huis te gaan. En ik heb nog steeds niet mijn video geëdit. Dus dat wordt misschien morgen vroeg opstaan. En morgen moet ik ook om 11 uur bij Shannon zijn. Dan ga ik jullie ook de nieuwe salon laten zien. Want het is freaking gorgeous. Nee, nou, we zijn vandaag bij Shannon. En we worden vandaag opgemaakt. Helemaal full glam volgens mij, denk ik. Of niet? Ja, full glam. Ja, nee. Full glam. Ik ben nog nooit opgemaakt. Ik ben nog nooit opgemaakt in mijn leven, hè? In mijn leven al niet. Nee. Nee, echt. Right. En jij zou willen? Ik volgens mij 1 keer, ook voor iemands opleiding. Ik weet niet meer van wie. Vertel ook even wat zij op de ogen hebben voordat iedereen. Oh. De wimpers worden er nu afgehaald, jongens. Dus geen zorgen. Ze zit hier even dit. Het gaat even intrekken of zo. En ik heb trouwens dit topje aan. Van Pretty Little Thing. Het ziet er een beetje raar uit, want ik heb dat ding niet vastgemaakt. Dat is een body. Ja. Zie je zeker. We gaan zo meteen de before en after filmen van jou. Eventjes even dit. Ja. Jullie krijgen straks een before en after. Ik ben echt benieuwd. Nou, en we hebben lekker broodjes gekregen van Latina. Hoe heet het ook alweer? De Stormvogel. Stormvogel, het restaurant van de ouders. Nou, ik heb helemaal zin in een lekker broodje hoor. En wat is dit eigenlijk? Chudrange, denk ik. Oh, chudrange. Wisten jullie dat chudrange heel slecht is voor je? Waarom? Meid, hoe smaakt het? Lekkere saus.
Ja. Mooiste voorkop. Oh, maar dat is gewoon een ander broodje. En rucola. Kusje stress. Ja, ik weet niet wat ik moet doen hoor. Neem mezelf op mijn dan. Hoezo? Wat heb jij dan? Die. Kip. Kip. Ja? Is dat die? Oké, guys, dit is mijn final look. Safira is in de back, nu in de glam. Kijk hoe pretty. I am in love. Ik wil deze lipkleuren ook, dus ik ga zo meteen een foto maken, want dan ga ik ze zeker kopen. Yo, maar ik weet echt niet meer wat je hebt gedaan. Jeffree Star, volgens mij. Oh ja, met... De achtergrond. Hoi, Kioom. Kioom, kom eens even hierheen. Okay. Je make-up is zo mooi. Make-up dan. Bij Latina. Hey girl, hoe is het? Hallo.